Dames en heren, ik heet jullie van harte welkom bij weer een nieuwe video van onze Fireroad Career Mode. Vandaag gaan we het eerste seizoen afsluiten. Maar eerst wil ik even een kleine disclaimer doen voordat we gaan beginnen aan de wedstrijd tegen FC Twente. Als jullie dit zien, ben ik op dit moment op vakantie. En daardoor heb ik video's vooruitgewerkt. Die video's kan je vooruitkijken als je lid bent, hoef je niet te zijn. Want die video's komen ook gewoon openbaar uiteindelijk. Maar daardoor kan ik niet de transferreacties van jullie doornemen in de eerste twee video's. Maar gelukkig is de transferperiode dan nog niet voorbij. Dus ik wil jullie alvast melden om transfers achter te laten in de overige drie video's. Dus als deze en de andere twee. Die verwerk ik dan uiteindelijk in de volgende video. Dat wordt dan allemaal heel erg krap. Maar goed, we gaan het gewoon proberen. Dus ik hoop dat ik jullie hierbij genoeg heb geïnformeerd. Dan gaan we direct over naar de wedstrijd tegen Twente. En voor de nieuwe kijkers zou ik direct even de situatie uitleggen. Kan nog mooi. Feyenoord staat tweede in de competitie. PSV eerste en Ajax derde. We zijn alle drie nog in de strijd om de kampioenschappen in de Eredivisie. Voor Ajax is het wat moeilijker. Voor ons is het echt wel realistisch. Wij staan 2 punten op dit moment achter PSV. En wij moeten voor de volgende wedstrijd een onderling duel tegen PSV spelen. Dat wordt de beslissing in dit kampioenschap. Want ik ga ervan uit dat de Amsterdammers kansloos zijn voor de landstitel. Wij creëren in ieder geval de eerste kans. Alleen Oenestal redt deze bal van Wang. Daardoor heeft Keulen de bal en heeft Lammers de bal. Maar pak Feyenoord hier razendsnel af. Wang hier aan de bal. Krijgt de bal uiteindelijk bij Batorina. Feyenoord probeert snel op te schuiven. Hier is Santiago Jiménez. En Van Hoornbeek schat de situatie verkeerd in. En daardoor schiet Jiménez Feyenoord op een 1-0 voorsprong. Hier in de Grolsvesten. En daar is de Grolsvesten natuurlijk niet tevreden over. Pascal Jansen wel. Hopelijk staat PSV nu ook achter. Maar goed, anders moeten we in Eindhoven natuurlijk in de achtervolging. Ik ben nog steeds van mening, we hebben de titel in eigen hand. We staan wel tweede, maar we moeten gewoon de wedstrijd tegen PSV winnen. En dat moet wel, moet gewoon. Ja, dat klinkt raar, maar ik heb er vertrouwen in. Dit Feyenoord krijgt weinig tegengoals. En dit Feyenoord maakt ook weinig doelpunten. Maar goed, ik denk dat onze verdediging onze landstitel gaat geven. Dat denk ik echt. Want we hebben op het moment 16 tegengoals. Ik bedoel 17 tegengoals. Die tegengoals kunnen ons gaan redden. Want als je kijkt naar Ajax en PSV, die hebben er 36 en 34. En doelpunten voor hebben hun de 74 en 70 en wij 65. Dus wij maken wel minder goals dan hun. Maar daarentegen krijgen wij weer minder goals tegen. Hier zit trouwens ook al de 2-0 erin. Het is uiteindelijk Feyenoord dat Twente echt flink overklast. Het is Batorina die er 2-0 van maakt voor Feyenoord. En zo gaat het al heel erg snel allemaal. Helaas kan Scott Volsen dit allemaal niet meemaken. Hij was natuurlijk een hele belangrijke aankoop voor ons aan de buitenkant. Maar werd in de paar video's geleden gewoon 3 maanden geblesseerd. Toen wist ik al van oei, dit gaat nog wel eens een moeilijk seizoen worden. Maar we hebben het aan de buitenkant uiteindelijk goed opgelost. Batorina speelt daar op dit moment. Maar dit is zeker niet de vaste opstelling waar ik naartoe wil werken. Trouwens, als jullie aankopen achterlaten voor de video. Ik wil uiteindelijk gewoon weer in een 4-3-3 formatie gaan spelen. Dus daar graag aankopen voor. Hier dus de goal van Santiago Jiménez. Zo staat het ook al 3-0. En dan zou je denken van nou, niveau moet hoger. Niveau kan niet hoger. Het staat op ultiem. Simulatie settings staan aan. Simulatie gameplay, simulatie... Ja, bot staat op dynamisch. Dat moest van een kijker. Nou, dat heb ik gedaan. En uiteindelijk staan wij gewoon 3-0 voor in de Grolsvesten. En dan moet ik ook heel erg erbij zeggen. Twente is van een heel ander niveau dan de topclubs. Twente staat op dit moment 4 in de competitie. En staat daar gewoon bijna 20 punten achter PSV. Staat 20 punten achter PSV. Ja, en dat is voor Twente natuurlijk een kansloos seizoen. Samen met AZ. Ze staan 4e en 5e. Moet ik zeggen dat AZ zich nog wel knapper pakt heeft. Want AZ stond er eerst niet goed voor binnen de competitie. Maar uiteindelijk hebben ze dat dus nog weten recht te zetten. Uiteindelijk gaan we ook rusten met deze 3-0 stand. En ik denk dat de Grolsvesten toch wat meer had verwacht van deze wedstrijd. En ik eigenlijk ook wel. Want ik zag het schema. Ik dacht, oei, Twente, PSV en dan nog een wedstrijd tegen Willem II. De laatstgenoemde zal de makkelijkste op het schema zijn. Maar ja, als jij wint van PSV, is dat ook eventueel een kampioenswedstrijd. Maar, stel PSV verliest nu, in de wedstrijd waar wij nu zeg maar inspelen.
En wij winnen van PSV. Dan was dat opeens de kampioenswedstrijd. Ja, weet je, het kan raar lopen in voetbal. Je weet op dit moment niet waar je aan toe bent. Want het ligt er maar net aan of de AI met PSV heeft gewonnen of verloren. Gelijkspel is volgens mij niet goed genoeg, want we staan 2 punten achter PSV. Hier hebben we Laudertsen, want die hebben we natuurlijk ingebracht. Miley hebben we ook ingebracht. Hier hebben we Ernest Pocu ook ingebracht. Want ja, die moet natuurlijk ook speeltijd gaan krijgen binnen deze ploeg. Want Pocu kunnen we nog niet verhuren. Ja, daar zijn we wel mee bezig om hem voor volgend seizoen te slijten. Maar dat is op dit moment nog niet gelukt. Hier is Pak Xiao en die kwam er bijna uit. Ja, die kwam eruit. Alleen een redding van Oenestal. Laudertsen heeft de bal nog. Ja, die is hem inmiddels ook alweer kwijt. En zo staan wij dus nog steeds 3-0 voor. Hier zien we Daan of Mats Rots. Ik weet even niet welke van de twee. Volgens mij is dit Mats. Of ja, volgens mij is dit Mats. Rots. Rots, ja, dit is een corner voor FC Twente. Twente begint de druk iets meer op te voeren. Maar we zitten al in de 68ste minuut van de wedstrijd. En dan moet je je gaan afvragen, is Twente hier niet een beetje te laat mee? Hier hebben we de corner van Flap. Flap krijgt de bal dan wel bij Lammers. Hij krijgt de bal ook wel op het hoofd, maar het is niet denderend bij FC Twente. Hier zien we dat de bal voor Lauritsen is. Lauritsen kan nou niet echt een bepaalde kant op, waardoor FC Twente de bal verovert. Met Sadilek. Die krijgt de bal bij Lammers van Wolfswinkel. Twente speelt blijkbaar met 2 spitsen. Van Wolfswinkel kan wel proberen te schieten. Lukt hem alleen niet. Hier hebben we Sadilek. Eiting. Twente heeft de bal, maar verliest hem ook weer. En dan is het Timber. Dan is Feyenoord razendsnel op de helft van FC Twente. Timber krijgt de bal alleen niet bij Laudertsen. Laudertsen is zelfs geblesseerd tijdens zijn invalbeurt. Dat was wel redelijk pijnlijk aan onze kant. Hier Timber nog in de 87ste minuut. Maar net te laat weggegaan, want buitenspel. Het was te vroeg weggegaan en wij pasen hem gewoon te laat. Waardoor Timber buitenspel staat. Anders was dit zelfs nog de 4-0 geworden. Timber dan, 88ste minuut van de wedstrijd. Krijgt de bal bij Pak Xiao. Pak Xiao kijkt om zich heen. Waar is Laudertsen? Nou, Laudertsen loopt op dit moment niet. Die is natuurlijk ook geblesseerd, dus wat kan je van hem verwachten? Nou, hier kregen we de bal nog wel bijna bij Laudertsen. Timber krijgt de bal bij Pak Xiao. En Pak Xiao krijgt de bal nu wel bij Laudertsen. Laudertsen gaat schieten en die bal wordt overgetikt door de doelman van FC Twente volgens mij. Maar uiteindelijk fluit de scheidsrechter ook af voor de eindstand van deze wedstrijd. Want dat is uiteindelijk 0-3. Het eindsignaal heeft geklonken en dus doen wij nog volledig mee. Maar de vraag is, wat heeft PSV nou gedaan? Nou, PSV heeft de vorige wedstrijd gewoon gewonnen. En dus betekent het dat de wedstrijd PSV Feyenoord een beladen potje is. PSV is nog geen kampioen, want Feyenoord won van Twente. Feyenoord kan nog geen kampioen worden, want PSV won ook van een desbetreffende tegenstander. Dus gaat dit nog een interessante wedstrijd worden. PSV Feyenoord gaan we zo naartoe. Maar eerst even de media. Iedereen is klaar voor een nieuwe strijd tussen rivalen PSV en Feyenoord. Beide teams maken zich op voor het duel in de Eredivisie, waar men echt niet naar uitgekeken heeft. Snap ik, want dit is natuurlijk de titelwedstrijd. Ik denk echt dat hier de titel gaat gegeven worden. Ondanks dat beide clubs op papier nog geen kampioen kunnen worden, alhoewel PSV kan kampioen worden in deze wedstrijd, want het gat wordt anders te groot naar Feyenoord. Dus ik besef me nu, dit is de kampioenswedstrijd voor PSV. Maar als wij winnen, ja, dan spelen wij opeens de volgende wedstrijd, de kampioenswedstrijd. En daardoor heb ik getwijfeld om van mijn spelsysteem af te stappen. Want we zijn in de winter natuurlijk overgestapt naar een nieuw spelsysteem. En die werkt waanzinnig goed. En omdat PSV een topclub is en wij het over het algemeen moeilijk hadden tegen topclubs. Denk aan de wedstrijd aan het begin van dit seizoen. AZ, Twente. We wonnen maar niet. PSV wonnen we volgens mij ook niet. En tegen Ajax begon het te draaien tegen topclubs. Daarna hebben wij ook volgens mij van topclubs niet heel snel meer verloren. En dus kunnen we in de Philips Stadion, was ik ervan overtuigd, ook met dit spelsysteem punten halen. En dan moeten er 3 worden. Ja, dan moet het per se 3 worden, want een gelijkspel hebben we niks aan. Want dan heeft PSV nog steeds wat het wil, dan wordt PSV in de volgende wedstrijd waarschijnlijk kampioen. Maar PSV heeft daarentegen weer een moeilijke wedstrijd in de laatste pot, want dat is FC Twente. En de AI tegen elkaar, ja, dat is dan wel weer lastig voor de tegenstander. PSV kan nog wel op papier derde worden. Ajax is uitgeschakeld voor de landstitel bijna. Maar ik wil er wel bij opzeggen, als Ajax geen kampioen wordt, dan maakt het nog zeker kans op de tweede plaats. Dus dat wordt ook nog even uitkijken. Maar goed, PSV Feyenoord. Een prachtig potje in het Philips Stadion. Echt, de sfeer is fantastisch. De PSV supporters hebben een mooie sfeeractie bedacht.
En één draagt Macht. Dat is natuurlijk wat PSV de bijnaam heeft, denk ik. Ik weet niet wat de bijnaam per se is van PSV. Het is in ieder geval wat PSV ook op de spelersbus heeft staan. Nou, in ieder geval, Hilgers heeft de bal voor Feyenoord in de 20ste minuut van de wedstrijd. Krijgt de bal bij Zanotti. En dan kijken we even waar Zanotti naartoe kan. Nou, Jiménez krijgt de bal nog bij Timber. Maar uiteindelijk stond Jiménez buitenspel. Waardoor dit schot van Timber dus teniet gedaan wordt. Want het maakt niet uit, al ging de bal er wel in. Zo heeft Saruki de bal. Want Saruki hebben wij natuurlijk verkocht aan PSV. Want wij moesten gewoon geld hebben voor een vervanger voor Lotomba. En daar moest Saruki aan geloven. Ik had gewoon geen vertrouwen in Saruki dat het nog goed zou komen in zijn ontwikkeling. Nou, hier Jiménez. En die bal vliegt erin. Feyenoord staat op dit moment bovenaan in de Eredivisie. Het is 0-1 door Santiago Jiménez. De topscorer van de Eredivisie slaat opnieuw toe. En daar dus die belangrijke goal voor Feyenoord. Het uitvak wordt gek, want die zien hun titeldroom dan toch nog wel waarheid worden. Een rare sliding van Mauro Junior. En Boskargli was te laat. Ja, dan kan Jiménez natuurlijk vrij binnenschieten. En dan staat het 0-1 voor Feyenoord. Prachtige wedstrijd op dit moment al. Met een redelijk vroege goal. En ja, dan is het natuurlijk nu aan PSV. Peppi krijgt de bal bij Tilman. En Tilman weer naar Zoekie. En zo gaat de bal weer rond. En daar is Lozano. En daar toch wel een redding van Bijlo nodig hoor. Een goed schot van Lozano was het niet. Maar het was goed genoeg om het Bijlo zo moeilijk mogelijk te maken. Hier hebben we Lozano aan de bal. Noah Lang krijgt de bal terug. Lang weer naar Lozano en die weer naar Lang. Zo gaat de bal een beetje rond. Maar uiteindelijk krijgen ze de bal niet bij Peppi. Geen Luc de Jong dus blijkbaar in de basis bij PSV. Vind ik redelijk opvallend. Til, Saruki krijgt de bal bij Lozano. Lozano krijgt de bal bij Lang. En Lang schiet de 1-1 binnen. Maar de grensrechter staat met zijn vlag omhoog. Dus dit doelpunt is geen doelpunt. En dus wordt het Philips Stadion boos of ja, even gek in ieder geval. En daarna weer verdrietig of boos. Ja, dat is maar net hoe je het wil noemen. Elke supporter is natuurlijk anders. Maar goed, dus nog steeds op een 0-1 voorsprong. Maar je ziet aan alles dat PSV eraan doet. Alles eraan doet om er 1-1 van te maken. Hier hebben we Tilman, Mauro Junior. Krijgt de bal bij Saruki. Peppi, die zit om zich heen te kijken. Waar kan ik naartoe passen? Nou, Peppi die weet het niet. Dus paast hij maar weer naar Til. En zo gaat de bal weer naar Mauro Junior. Tilman krijgt de bal bij Lang. Nee, Lang laat de bal gaan. Dat was denk ik niet de beste keuze van Noah Lang. Want daardoor kan de scheidsrechter gaan afluiten voor de rust. En dat doet hij dan ook. Zo staat Feyenoord dus verrassend op 1-0. Had ik vooraf niet echt rekening mee gehouden. Ja, ik had er wel vertrouwen in, maar niet. Ik had eigenlijk verwacht dat het doelpunt pas in de tweede helft zou vallen. Daardoor ga ik wisselen. Miley zou erin gaan komen voor volgens mij Quinten Timber. Maar dat weet... Nee, niet voor Quinten Timber. Het is volgens mij voor Cortizo. Want Cortizo kan dat niet al te lang volhouden. Normaal gesproken speelt Cortizo natuurlijk ook helemaal niet. Maar dat is allemaal even uit nood geboren. Hier hebben we Lozano. Lozano krijgt de bal. Lozano. Karsdorp. Lozano. Saruki, die wil natuurlijk Feyenoord al te graag pijn doen. Heeft daar nooit echt de kans gekregen. En daar is Noah Lang met een goed schot. Trouwens, even terugkomend op de transfers. Eventjes snel van deze wedstrijd af. Als dat kan. Nee, dat kan niet, want daar is een grote kans voor PSV. We zoeken een centermid, één centermid, één RVA en een spits. Want ik weet niet of Jiménez bij Feyenoord blijft, dat is nog allemaal even de vraag. Want als er een bot komt waar we geen nee tegen kunnen zeggen, dan moeten we echt ja zeggen. Want ik weet niet of Jiménez nog zo'n geweldig seizoen gaat draaien. En het liefst ook nog een linksback. Oké, hier in ieder geval Saruki. Een doelman is trouwens ook geen overbodige luxe. Lozano krijgt de bal alleen niet mee. Noah Lang. Tilman. Oeh, een vrije trap voor PSV op een best wel aardige plek. Saruki achter de bal. Lozano gaat hem nemen. En die bal wordt in de muur geschoten. Zo komt Feyenoord daar heel erg goed weg. Maar goed, dan zitten we inmiddels in de 74ste minuut van deze wedstrijd. Heerenveen Lozano krijgt de bal uiteindelijk bij Rick Karsdorp. Boskagli krijgt de bal weer bij Tilman. Peppi. Saruki. Karsdorp. Ja hoor, daar is Lozano. Heerenveen Lozano krijgt de bal alleen niet naar voren, zeg maar. Dus dan is het nog steeds 0-1.
een smal. Gaat Feyenoord dan wat laten zien in deze wedstrijd? Want in de tweede helft is het alleen maar PSV. Lauritsen is er inmiddels ingekomen. Lauritsen krijgt de bal bij Baturina en die krijgt de bal bij Wang. Wang die loopt de 16 meter binnen en daar is Baturina. En Baturina gaat het nog niet uithalen. Daar is Timber. Timber haalt wel uit en een redding van Drommel is die hard nodig, zeg. Daar was Feyenoord dan opeens weer uit het niets in de tweede helft. En dan is daar Timber en die bal wordt van de lijn gehaald. Daar was bijna de beslissing in de wedstrijd, maar PSV leeft nog. Miley krijgt de bal bij Timber. De druk van Feyenoord nog niet voorbij. Quinten Timber krijgt de bal dan bij Lauritsen. Nee, doelman Drommel zit ertussen en heeft de bal nu klem vast. Dan zitten we in de 87ste minuut van deze wedstrijd. PSV op zoek naar de 1-1, want 1-1 is genoeg om voor de volgende wedstrijd het kampioenschap binnen te gaan halen. Hier Karsdorp. Krijgt de bal bij Boskagli, Mauro Junior. 1 minuut extra tijd, PSV heeft geen haast. Zerouki, Saibari. Ja, PSV heeft nog wel haast. Lozano krijgt de bal nog bij Noah Lang. Mauro Junior. Nee, PSV schiet zichzelf in de voet en doet te traag over een aanval. Waardoor de scheidsrechter uiteindelijk affluit. En Feyenoord dus met de 3 punten uit Eindhoven gaat vertrekken. Ondanks dat het zwaar onverdiend was, want we hebben bijna weinig kansen gecreëerd. We hebben heel weinig kansen gecreëerd. PSV was beter dan wij. Maar wij zijn effectief genoeg om hier met 3 punten te gaan vertrekken. En PSV is dus werk aan de winkel. Want die moeten nu hopen dat Feyenoord verliest. Want een gelijkspel is voor Feyenoord waarschijnlijk voldoende. Hier een opvallend mediabericht. Skov Olsen blijft indruk maken, ondanks dat hij niet speelt. De speler van Feyenoord voert het klassement van aantal assists van dit seizoen in de Eredivisie aan. Nou, het blijft knap dat hij op dit moment indruk maakt, want op dit moment maakt hij helemaal geen indruk, want hij krijgt wel speeltijd, alleen hij is geblesseerd. Nou, de wedstrijd tegen Willem II. Het kampioensduel gaat zo beginnen. Maar eerst de Kuip. De Kuip heeft er heel veel zin in. De Kuip is volgestroomd voor dit prachtige duel. Willem II is de tegenstander. En deze tegenstander speelt op eigenlijk nergens meer voor. De tegenstander is natuurlijk net gepromoveerd naar de Eredivisie. En heeft het daarentegen gewoon goed gedaan. Staat op de 14e plaats. En hoe anders is de druk in de grotsvesten natuurlijk bij Twente PSV. Als Twente weet te winnen van PSV, weet Twente dat het boven AZ is geëindigd. En weet PSV ook dat als het naar Amsterdam kijkt en Ajax wint, dan kan Ajax opeens tweede staan. En dat zou voor PSV desastreuze gevolgen hebben, want dan zou PSV naast Europees voetbal grijpen. Althans, ligt eraan, want natuurlijk wordt dat ticket van de beker nog doorgeschoven. Dus dan zou PSV de Conference League in mogen. En zal Ajax, als het tweede wordt, de Europa League in mogen. Maar we gaan er niet vanuit dat Ajax tweede wordt. We gaan er vanuit dat PSV wint in de grolsvesten. En dan ligt de druk volledig bij de Kuip. Weten wij te imponeren tegen Willem II? Dat weet ik niet. Kampioenswedstrijden zijn over het algemeen redelijk saaie wedstrijden. En ik denk dat als je zelf EAFC speelt, career mode, en er een beetje, nou ja, in zit, zeg maar, dat je best wel wat spanning voelt bij zo'n kampioenswedstrijd. Vooral omdat het natuurlijk zo dicht bij elkaar zit. Je weet bij jezelf, je moet winnen. En dat je moet winnen, dat brengt de druk met zich mee. Daarin ga je fouten maken die je normaal niet maakte. Ga je heel erg dom om in balbezit. Je denkt alleen maar aan dat je moet winnen, dus je wil alleen maar aanvallen. En daar kan het dus misgaan. Daar heb ik voorafgaand aan de wedstrijd ook wel over nagedacht. Van, we moeten gewoon goed omgaan met ons balbezit. Maar ja, als je eenmaal in die wedstrijd zit en het bord inmiddels de tweede helft en het staat er nog 0-0, ja, dan ga je volop de aanval spelen. Want je ziet het al voor je dat je die titel dan gewoon aan PSV geeft, terwijl het niet nodig is. We kunnen alle tweede prijzen in Nederland winnen, want de beker is al van ons. Laat staan dat dit dan ook nog van ons wordt. Wordt de schaal van ons? Dat is de grote vraag. Feyenoord Willem II, stel op het punt van beginnen. Feyenoord mag aftrappen en heeft afgetrapt. Wat een wedstrijd hier in de Kuip. En hoe mooier zou het zijn dat we kampioen kunnen worden in eigen huis. Want de beker hebben we natuurlijk ook al gewonnen in de Kuip. Want daar wordt de finale gehouden. Nou, Willem II met Behoenek. Geeft de bal aan Didlion Hoddle of zo. Behoenek. Nou, de stand in de Eredivisie bovenin. Feyenoord 77 punten, PSV 75 punten. Dat zagen jullie net. Als je dat nog niet hebt gezien, spoor even terug en zet de video dan op pauze. Dan zie je de stand binnen de Eredivisie. Hier een
kansje, denk ik. Bal wordt tegen Jiménez aangeschoten. Maar goed, dat zegt maar weer de paniek in de verdediging bij Willem II op dat moment. Wij proberen ook wel erg goed druk te zetten op Willem II. Wij zetten constante druk op de Althans, constante druk. Niet altijd, maar soms zetten wij constante druk op de tegenstander. Dan proberen wij de tegenstander mee te verrassen. En over het algemeen lukt dat. Dat is een best wel groot verrassingselement. Maar hier was een kopkantje voor Willem II. Maar had Bijlo niet al te veel moeite mee. Dan zitten we al inmiddels in de 41ste minuut. Kampioenswedstrijden zijn vaak niks aan. Nou, dat blijkt hier ook uit. Ik had gehoopt dat het een spektakelstuk zou worden. Maar iets in die trend kan dat het nooit worden ofzo. Want ja, nog steeds 0-0. Daar word je niet vrolijk van. En toen begon ik wel een beetje paniek te krijgen. Van oké, dan gaan we dus waarschijnlijk 0-0 rusten. Nou, de scheidsrechter gaat daar denk ik ook voor zorgen. Ondanks dat er geen extra tijd bij komt, fluit hij nu wel af. Oké, we gaan rusten bij rust. We hebben nu nog 3 kwartier. Hoe gaan we dit goed doen? Ga ik Laudersen erin brengen? Ga ik Jiménez erin houden? Ga ik Ueda er misschien wel inwisselen? Nou, ik heb besloten om deze 11 op dit moment nog te laten staan. Omdat dit gewoon simpelweg de beste 11 is. Ik kan mij niet verantwoorden om nu al met Laudersen te spelen. Want we hebben tegen Willem II echt diepte nodig. En Laudersen zorgt niet voor diepte in het spel. Laudersen zorgt ervoor dat we de bal vast kunnen houden. Hij is echt een klerenkastspits als ware. Hier proberen wij Willem II dus onder druk te zetten. Dat proberen we. Maar Bokila heeft de bal en verliest de bal ook. Hier spelen we de bal op Jiménez. Cortizo. Maar Jiménez stond dus buitenspel. Het is een beetje een rommelige wedstrijd. Willem II verliest snel de bal. Maar Feyenoord daarentegen ook. Willem II wisselt wel. Maar of die wissels voor Willem II nou gaan werken, ik heb geen idee. Willem II heeft trouwens wel rare namen qua spelers. Ze zijn bijna allemaal onuitspreekbaar. Fase. Cortizo. Fase, ik keek naar de Willem II spelers. Miley krijgt de bal bij Baturina. Is dit hier dan wat in voor Feyenoord? Baturina geeft de bal af, maar komt uiteindelijk niet aan bij een medespeler. Quinten Timber krijgt de bal bij Smal. Timber, die proberen wij te zoeken. Want Timber moeten wij proberen te laten schieten. Timber heeft een fantastisch afstandsschot in de benen. Maar die kunnen we nog niet goed bedienen. Maar hier krijgt hij wel heel veel ruimte. En Timber schiet die bal binnen. En dat betekent dat Feyenoord op dit moment landskampioen is geworden. En de Kuip wordt gek. Maar we zijn er nog niet. We staan nog maar 1-0 voor. Maar het begin is er. Nu weet ik in ieder geval van oké, we hoeven geen doelpunt meer te maken als we maar goed verdedigen. Maar ik wou eigenlijk wel op zoek naar dat tweede doelpunt. Maar dat brengt natuurlijk ook gevaren met zich mee. Dan kan Willem II ook kansen krijgen in deze wedstrijd. En dat is alles wat we niet willen. Hier is fase bijvoorbeeld voor Willem II. Willem II in aanval met Keijerer. En die bal wordt geblokt door de centrale verdediging van Feyenoord. Hier Sandra. Zo, en die bal vliegt er nog bijna in, zeg. Bal wordt overgekopt door Willem II. En zo laat Willem II maar weer zien dat Feyenoord er nog niet is. 86e minuut van de wedstrijd inmiddels. Willem II op zoek naar de 1-1. Hier een heel raar uitkomen van Bijlo, maar het gaat allemaal net goed. Stijn probeert dan nog de aanval op te zoeken, maar dat wil niet meer. Feyenoord is kapot en denkt dus alleen nog maar aan verdedigen. Hier komt Feyenoord dan wel weer aan de bal met Miley. Kan Feyenoord dan de beslissing in deze wedstrijd gooien? De zoek is naar Lauritsen, maar uiteindelijk wordt Lauritsen goed in de weg gezeten door Behoenek. Hier Willem II dan nog een keer met Lambert, maar die verliest de bal. Dan heeft Stijn de bal weer voor Feyenoord, maar ook hij verliest de bal. En zo lijkt het erop dat Feyenoord de landstitel binnen gaat krijgen. De Kuip kan niet wachten om te exploderen. Feyenoord heeft de bal. En de 2 minuten extra tijd zitten er inmiddels op. Feyenoord met Miley. Miley nog voor het schot? Nee. Maar Feyenoord gaat de landstitel van de Eredivisie winnen. Het lukt Pascal Jansen om in zijn eerste seizoen 2 prijzen te winnen met Feyenoord. De Kuip ontploft. Dames en heren, ik wens jullie veel plezier bij het kijken naar de podiumceremonies. Van de, nou ja, in ieder geval de uitreiking van de schaal. En hoe de Kuip ontploft en hoe de Feyenoordspelers het vieren.
prachtig. Ik had niet verwacht dat we binnen een seizoen 2 prijzen zouden pakken. Dat had ik niet verwacht. Dit Feyenoord had ook zeker zijn mankementen. Maar jullie zagen het goed als je naar de scores keek. PSV verloren van Twente. En weet je wat dat inhoudt? Dat gaan we straks zien in de stand. Dat hou ik nog eventjes geheim. Laten we eerst eventjes kijken naar de instellingen van mijn career mode. Want die staan inderdaad op ultiem. Hij staat op ultimate. We doen 5 minuten altijd per helft. Volgend seizoen zal dat naar 6 minuten gaan. Dat ene minuutje kan verschil maken. Misschien dat we dan meer kansen te zien krijgen. Want ik vind dat we in sommige wedstrijden... Ja, dat waren echt doodsaaie wedstrijden. Soms begon ik met de aftrap en dan eindigde ik met de rust. Ja, dat is natuurlijk ook niet wat je wil zien. In ieder geval, Feyenoord landskampioen geworden in de Eredivisie. Ajax knap 2e geworden. PSV 3e. Twente 4e. AZ 5e. En dan moet ik toch even mijn respect uiten naar Robin van Persie. Hij wordt 6e met Heerenveen. En PEC Zwolle knap 7e. Maar oh, wat ben ik blij met deze landstitel. En de Career Mode serie is nog zeker niet voorbij. Want wij willen nu binnen 2 seizoenen, of nou ja, binnen 3 seizoenen, laten we het daarop houden, meedoen om de Champions League finale. En dat is een uitspraak. Maar ik hou van dit soort uitspraken. Wij willen dat gaan proberen. Wij willen de Eredivisie domineren met dit Feyenoord. En dat moet ons gaan lukken. Ook heeft Feyenoord een busrit door Rotterdam geregeld. Want wij hebben natuurlijk 2 prijzen gewonnen. En dat moet Feyenoord huldigen. Want dit is een heel knap seizoen wat Pascal Jans heeft neergezet. En dan moeten we dat ook gaan huldigen. Dus laten wij dat maar mooi gaan doen. Feyenoord dus landskampioen van de Eredivisie. Het knappe aan deze landstitel is dat wij 17 tegengoals hebben. Dat is natuurlijk te danken aan een geweldige doelman, Justin Bijlo. Ik denk niet dat we hem kunnen houden, dus daarom dat ik jullie ook vraag om een nieuwe keeper. Graag wel een potentieel, wel graag jongens, transfers met een hoog potentieel. Want die hoge potentieel willen we eruit halen. Jiménez, topscorer van de Eredivisie. Scholvolsen, meeste assist in de Eredivisie. En Bijlo, de minste tegengoals. 22 keer de nul, dat is echt hartstikke knap. 9 keer voor Noppert en die staat 2e. En we staan zelfs bovenaan in de rode kaartenlijst. Want daar staat Stijn bovenaan met 2 rode kaarten. Nou, dames en heren, ik wil jullie graag bedanken voor het kijken naar deze video. Wil je de 2 afleveringen alvast vooruitkijken van het nieuwe seizoen? Dan kan je natuurlijk een lidmaatschap nemen, maar ze komen ook gewoon gratis online. Dus dan kan je ook kijken. Abonneer en like voor het algoritme, want dan kunnen we natuurlijk blijven groeien. En ciao mensen!